Een hele goede dag en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Mijn naam is Nick en vandaag ga ik jullie meenemen in de prijsverwachting voor Cardano in 2022. Het is niet zomaar dat we deze video maken, dat doen we gewoon omdat we... Ja, er is toch wel wat gebeurd op prijstechnisch vlak. We zijn namelijk technische traders en kijken vooral naar de prijsactie. Dus ook in mindere mate naar de fundamentals. Maar de charts liegen niet en het ziet er best wel positief uit. Vandaar dus deze video. Laat vooral in de comments weten welke coin we de volgende keer voor jullie mee willen nemen. En laat vooral even een like achter onder deze video. Gaan we nu beginnen met de analyse. Omdat het dus echt een macro-analyse is, is het dus super belangrijk om eerst flink uit te zoomen. Je moet realiseren waar je staat. Nu lijkt het misschien alsof we niet mega ver gedaald zijn, maar als ik bijvoorbeeld log even uitzet, dan zie je dus dat het echt wel een serieuze afstraffing is geweest. We zijn de afgelopen maanden ook eigenlijk alleen maar bearish geweest op Cardano. Er waren elke keer wel scenario's waarin we bullish konden worden. Maar dat gebeurde telkens niet. En als je faalt om ergens iets terug te claimen of boven te sluiten en je wijst het af, dan is het meest logisch gevolg dat je de trend omlaag gaat voortzetten en dat je dus gewoon weer low en lows gaat maken. Dus wat wil je dus zien om die bias te switchen? Je wil dus lokaal bullish prijsactie zien. Nou, ik zet log weer even aan, dan kun je namelijk makkelijke... de chart lezen. En er zijn een aantal super interessante dingen. Allereerst, want we gaan nu eventjes het bullische scenario schetsen. Of de bullish tease moet ik zeggen. Want punt 1, hadden we hier supply liggen. Die zou dus theoretisch gezien gaan dienen als resistance als we daarin zouden komen. En vervolgens die movement omlaag verder gaan doorzetten. Net zoals we eigenlijk de afgelopen tijd hebben gezien. Dus hier hebben we ook supply gevormd. Die hebben we toen afgewezen en vervolgens zag je een push omlaag. Nou ja, nu verwachtte je dat dus in feite ook. Maar wat dus het interessante is, dat deed je dus niet. Je kwam met één flinke weekly candle erboven. Je invalideert dus hier de supply en dus de belangrijke resistance. En je komt terug in de range die je hebt verlaten. Nou, dat hebben we aan de bovenkant hebben we dat dus ook gedaan. We hebben daar namelijk een range high gevormd, vervolgens sluit je erboven. Mensen worden hier bullies, gaan erin FOMO'en, vervolgens sluit je terug in de range. En dan komen al die mensen die daar de breakout gekocht hebben, die komen dus in de nauw te zitten. Vervolgens test je de range high nog één keer terug, na het sluiten in de range, terugtesten. En daarna die movement omlaag. Zoek je vervolgens de onderkant van de range op. Die wordt ook gewoon netjes gerespecteerd. Daarna verlies je hem wel. Heeft ongetwijfeld ook met Bitcoin prijsactie te maken. En nu zie je dus eindelijk die bullish kanteling constructie. Want hier heb je namelijk de eerste high high neergezet. Je hebt dus en de range teruggeclaimd. En je hebt een high high neergezet. Dus wat mag je nu doen? Je mag gaan kijken naar een high low entry. Nou ja, op de weekly een high low... spelen is meestal moeilijk, omdat je niet echt goed de setup kan vinden. Omdat je gewoon met hele grote candles te maken hebt. Dus je gaat gewoon een timeframe laag kijken. En dan zie je dus gelijk al hier een mooi demand liggen. Net onder die range low. Die range low ligt trouwens op 0,92 cent. En die daily demand die ligt op de 0,916 tot aan 0,865. Dit is ook dé zone om vast te houden voor een, als je daar een hele mooie setup op wil gaan spelen. Ik zeg dus ook niet dat hij daar gaat komen. Dat is ook helemaal niet relevant. Ik ben geen voorspeller. Ik heb geen glazen bol. Dus ik weet niet wat de koers gaat doen. Maar ik weet wel dat als de koers terug gaat komen en hij test dit gebied, ben ik een koper, want ik ga naar long. En is de kans veel groter dat we vanaf daar gaan stijgen dan dat we gaan dalen. En dat is eigenlijk de enige prijsinformatie of de enige informatie die ik moet hebben om een thesis op te kunnen vormen. Want we doen niet aan voorspellen, maar we doen aan kans berekenen. En de kans is in dit prijsgebied gewoon een stuk groter dat we vanaf hier omhoog gaan, dan dat we vanaf hier omlaag gaan. En daar kun je dus van profiteren. Die keren dat je dus niet aan de goede kant zit en je thesis wordt wel geïnvalideerd, daar heb je je stoploss voor. Dan word je gewoon uitgestopt. Nou, mocht je al in positie zitten, dat kan natuurlijk ook, hè, omdat je al eerder een trade hebt genomen, dat je misschien hier lokaal al naar prijsactie hebt gekeken, of je zit er voor de lange termijn in, dan zit je er op zich gewoon goed bij. Want ik, zoals ik al zeg, je hoeft niet per se hier terug te komen. Hè. Het ziet er gewoon super goed uit. Wat je heel vaak ziet als een coin een reversal maakt, is dat hij niet netjes alles terugtest. Dus hij hoeft helemaal niet terug te komen. En in dat geval kun je dus ook omhoog gaan kijken. Nou, we hebben hier dus nog wel een supply liggen. Dit is in mijn ogen de belangrijkste plek om
te gaan breken. Aangezien, weet je, datzelfde verhaal als wat we hier ook hebben gehad. Hè? Hier supplier gevormd, hier verwacht je afwijzing, is niet gebeurd. Nu zit je hier dus wel tegen de volgende supplier aan, zit allemaal vrij kort op elkaar. Maar hierboven zit eigenlijk niet zoveel geks meer. Dit is niet echt iets prijsactie waar ik me nou heel druk om zou maken als we eenmaal omhoog zouden gaan trenden. Dus ik verwacht dus ook dat als we die wekelijkse candle close boven de 1,41 gaan krijgen, 1,41 cent, ziet het er gewoon super rooskleurig uit. En denk ik zelfs dat we de bovenkant van de range op kunnen gaan zoeken. Want dat is gewoon hoe een range werkt. Hè? Dus je beweegt van, in dit geval, richting de high. Daar verlies je de range high. Je gaat vervolgens helemaal terug naar de onderkant van de range. Daar maak je een deviatie van. En het meest logische gevolg op dit moment is dus ook weer dat we de bovenkant van de range weer gaan terugtesten. Wat er daarna gaat gebeuren, dat is niet relevant. Vaak zie je wel dat als jij nieuwe all-time high levels weer nadert opnieuw, en je invalideert die hele bearish cycle als het ware. Dus je claimt dat allemaal weer terug. En het is net alsof dat niet geweest is qua prijs dan. Dan slaat vaak de FOMO er ook gewoon weer in. En op altcoins zie je dan vaak wel dat de prijs gewoon flink door gaat pushen. Ja, waar die dan heen gaat, dat is gewoon moeilijk te zeggen. Je hebt geen prijsinformatie hierboven. Want dat kan natuurlijk ook nog, hè. We kunnen alsnog weer bearish kantelen, namelijk als Bitcoin richting 30k gaat of lager. Ja, dan zal Cardano er ongetwijfeld veel last van krijgen. Dus wat moet je nu echt in de gaten gaan houden om het bullische scenario vast te houden? Nou, punt 1, het liefst hou je hier dit prijsgebied gewoon vast, dus rond die daily zone. Maar in het laagste geval wil je niet lager komen dan deze low hier rond de 0,78, dus 0,78 cent ongeveer. Als je daar een wekelijkse candle close onder gaat krijgen, is dat hele bullische scenario, kun je van tafel vegen. En dan zou ik er toch serieus rekening mee gaan houden dat we richting deze zone gaan bewegen. Waarom? Hier tussen ligt niks. Hier ligt geen structuur, geen consolidatie, dus ook geen support. Dus ik verwacht dan ook gewoon dat het een soort van slowly naar beneden gaat worden, totdat we support testen en dan dus een bounce gaan zien. De level komt dus van hier vandaan en van hier. En als je iets verder gaat inzoomen richting de daily, zul je dus ook zien dat hier mooi een ongeteste daily demand ligt. Dus ook hier, mochten we daar gaan komen, ik verwacht het nu niet per se omdat we lokaal aan de kantelen zijn en dus waarschijnlijk verder omhoog gaan trenden, verwacht ik het helemaal niet zo snel meer. Maar mochten we toch dat bullische idee gaan invalideren, dan is dit wel dé plek om te gaan kijken naar een lange termijn swingpositie. Maar nogmaals, het is heel ver weg. We zitten nu op 1,15, dus totaal niet realistisch. Maar weet gewoon dat deze optie er ligt als de prijs er gaat komen. En dat is ook de enige manier hoe je ernaar moet gaan kijken. Als dit, dan dat. Als dat gebeurt, dan kun je dat doen. En dat is het enige wat telt als jij aan het traden bent. Want je bent namelijk gewoon met scenario's bezig. Nou ja, mocht er dus vanaf hier die push al omhoog gaan maken, is dat alsnog gewoon een 110% move. Mochten we die pullback gaan maken, je komt hier in positie. Ja, kleine 170% up. Dat zit er misschien wel in als swing trade positie. Dus ja, Cardano is gewoon super interessant. Wij houden hem zeker in de gaten. En het ziet er gewoon echt heel goed uit. Nou, mocht je nou het trader op basis van technische analyse ook interessant vinden en je wil ook zo charts kunnen analyseren, zodat je niet alleen voor je trades, maar ook voor je lange termijn investeringen betere instapmomenten, betere verkooptargets kan bepalen, maar ook bijvoorbeeld makkelijker je risico kan afdekken. Mocht je daar graag meer over willen leren, ga dan vooral eventjes naar onze website www.cryptocointalk.nl/tradecursus. In die cursus komen al die facetten aan bod die wij meenemen in onze video's. Dus letterlijk wat wij in de video's doen, dat kun je allemaal zelf leren met de tradecursus. En dat doe je dus hier in onze eigen online leeromgeving, de Crypto Coin Talk University, waar je dus hier de cursus kan vinden. Maar daarnaast is ook educatie, market outlooks en livestreams voor de educatiegroep leden. Dan gaan we nu door naar de BTC pairing. En daar zien we eigenlijk een toch wel iets ander beeld dan wat we op de UCT pair zien. Hier zie je niet bijvoorbeeld rangevorming. Hier hebben we nog misschien wel een stevige afstraffing gehad. Wat wel interessant is dat we hier wel bezig zijn met higher highs en higher lows. Dus de trend is wel duidelijk omhoog.
Hier verlies je lokaal wel de trend door een lower low neer te zetten. Dus eigenlijk zou je hier nog iets van positieve prijsactie willen zien voordat je echt bullish wordt op de BTC pairing. Maar dat wil overigens niet zeggen dat we niet lokaal naar een instap kunnen kijken. Daar kom ik zo meteen op. Als je echt bodemconfirmatie wil afwachten, dan kun je het beste wachten dat je deze high gaat claimen. Want als je namelijk hier een higher high boven gaat zetten en dan misschien iets van een pullback, dan heb je ook letterlijk de confirmatie van de bodem te pakken. Dus low, high, lower, low. Dan zet je hier een higher high, een higher low. En dan ga je daarna serieus omhoog trenden. En is dit eigenlijk de eerste confirmatie? En wordt dit eigenlijk de tweede confirmatie? Ook dat komt weer uitvoerig terug in de tradecursus. Dus bekijk het vooral eventjes. Super interessant. Want daardoor voorkom je eigenlijk dat je elke keer gaat knife catchen, zoals dat zo mooi heet. Misschien stap je telkens wat hoger in. Maar je stapt met veel meer confirmatie in. En de kans is dan veel groter dat je ook met de trend mee kan gaan trainen en dat je dus winst kan gaan maken. In plaats van dat je elke keer DCA toepast en de prijs gaat lager en lager en lager. Dus dat is het voordeel van als je een stukje basiskennis van technische analyse kent. Dan voorkom je dus dat je op die manier in de penarie komt. En je voorkomt gewoon een hoop verlies. Wat we hier interessant vinden is dat we hier een weekly demand hebben liggen. Ik pak hem tot wiki hier. Dus dat hebben we nog mooi als support weten te behouden. Verder als we op de monthly kijken, zien we ook dat we hier nog wel in deze zone zitten. Deze candle. Ik ga hem niet markeren, want hij is vrij ruim. Maar dat is wel een significante zone waar we op liggen. Die hebben we niet verloren. Geen candle close onder gehad. En goed om te benoemen is dat we macro-wise echt super bullish zijn. Hè? Want zo kun je het gewoon zien. Hè? Ook de macro-constructie. High neergezet, low neergezet, higher high. Ergens high low, high high. Maar dat kan natuurlijk ook veel hoger vasthouden voor de high low. Wat verder nog interessant is, is dat we hier nog een monthly candle hebben. Ja, dit is wel heel extreem hoor. Ik denk persoonlijk niet dat we daar ergens de komende periode in de buurt gaan komen. Maar je weet het niet. Het is crypto en je weet maar nooit. Dus in ieder geval een interessant prijspunt mochten we daar gaan komen. Nou ja, voor nu laat ik hem buiten beschouwing, want we zitten veel hoger. En we lijken hier in ieder geval te proberen om bodem neer te zetten. Omdat we dus op die demand liggen, mag je dus in principe wel voordat deze confirmatie komt, mag je dus in principe al proberen om hem eerder op te pikken. Dus dat gaan we nu ook even doen. Even kijken of we iets van een entry kunnen vinden. En op zich zie ik wel iets liggen. Ik zie namelijk twee prijspunten liggen. Dat is de zone hier zo en dat is de zone hier zo. En dit zijn eigenlijk de twee enige serieuze entry mogelijkheden voor Cardano om eventueel een long op te spelen. En die zone ligt op de 2140 sats en ongeveer de 2050 sats. Dat zijn de enige twee plekken waar ik persoonlijk zou kijken naar longs. Ja, als je hier de low gaat verliezen, dan wordt het heel slecht, want dan lever je de hele move weer in. Verlies je de start van de impuls en wat je dan vaak ziet is dat je gewoon verder omlaag gaat trenden. Dus dat wil je absoluut niet zien. Geeft dus ook een makkelijke invalidatie, namelijk je stoploss komt ergens hieronder te staan, onder de lows. Al met al ziet ADA BTC er wel aardig uit, sterk push omhoog gemaakt. We moeten dus nog de confirmatie van de bodem gaan krijgen. Dat krijg je dus als je dit gaat doen. Maar je kan dus al eerder gaan kijken naar een eventuele entry met strakke invalidatie. Tot zover deze video. Vond je deze video nou leuk of leerzaam? Laat dan zeker even een like achter. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Laat in de comments weten welke coin we de volgende keer mee moeten nemen. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video.